Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag maandag. Een nieuwe week, met nieuwe energy, nieuwe chances. Nou, laten we geen Engels praten, want dat kan ik ook niet. Ik ga weer naar stage. En ik heb omgekleed. Ik heb dit leuke pak aan van een Monkey. Met dit. En mijn kamer is... Deze laarzen zijn ook van Monkey. Mijn kamer is echt zo een troep. Ik heb gewoon nog geen tijd gehad om het op te ruimen. En ik vind het zo kut om van huis weg te gaan. Terwijl mijn huis gewoon niet is opgeruimd. Ik word er helemaal autistisch van. Maar goed, ik moet nu echt gaan. Ik heb gisteravond de Titanic gekeken met Stan. Echt love it. Ik had hem één keer echt 5 jaar geleden gezien en nooit af. Ik had hem gewoon nooit afgezien. Echt de laatste kwartier niet. Dus dat was heel erg leuk. Ook hebben we de TikTok trend uitgeprobeerd van Emily Mariko. Van die zalm en die reis en dat door elkaar mee en zo. Ik heb er ook een TikTok van gemaakt. Dus check it out. Ja, ik ga nu gewoon onderweg. Vanmiddag gaan we ook lekker lunchen. Dus daar heb ik ook echt zin in. Dus ja. Oh, jongen. Ja, mijn kamer is echt zo... Fucking sorry. Ik word niet goed. Ik ben nu in de auto. Ik ben bij de bus altijd, maar ik ben eigenlijk veel te vroeg. Ik vind het ook gewoon al bizar dat het al 8 november is. Echt, waar de hel is dit jaar heen gegaan? Ik vind het zo snel. Ja, sowieso vanaf juni tot september, dat heb ik niet meegemaakt. De zomer, dat is echt... Opeens is de zomer voorbij. Echt gewoon opeens. En nu zit het al in weer november. Dat ik denk, huh? Over anderhalve maand is het gewoon alweer kerst en zo. Ik vind het zo bizar. Maar ik vind het altijd wel een leuke tijd van het jaar. Ik hou echt van feestdagen. Alleen is ik echt wel tegen koud. Maar ja, feestdagen zijn wel top. Ik heb nu toch een auto, dus love my life. Wat ik echt kut maanden vind zijn januari, februari. Dan ben je gewoon helemaal klaar met de winter. En het is nog zo koud. En ja, daar heb je helemaal niks aan. Ja, ik wacht even in mijn auto op de bus, want ik ga niet buiten de kou wachten. Ik heb wel zin in vandaag. Ik heb echt weer zin om te werken. Ik vind mijn nieuwe stage zo, zo leuk. Ja, ik vind het echt chill. Ik merk ook dat ik veel meer de vrijheid heb om, zeg maar, soort zelf aan te geven wat ik wil. En hoe ik het wil. En dat geeft me al heel veel rust. Ik zit dus nu in Amsterdam op stage. En dat vind ik ook echt zoveel leuker. Die stad, als ik daar loop, dan krijg ik gewoon al... Dan heb ik gewoon al zin in de dag. Krijg ik gewoon die good vibes. Ik weet niet. Het is echt iets daar. Dat, ja, dat vind ik gewoon echt top. I love it. Ik ben... Hè? Doe dat dan als we bij Hink zijn. Ja, nu ook. Oh. Ik ben nu op kantoor. Bij mijn stage. Maar ja, dat is ook mijn management. Maar dat had ik al verteld. We hebben echt een superleuk kantoor op de Keizergracht. Hier zitten we lekker te werken. Maar wij gaan nu lekker daaruit eten. We gaan lekker lunchen. Bij Hicks. En daar ja, mocht ik niet langskomen. Dus dan gaan we lekker eten. Cecile gaat weer helemaal verkeerd. Echt wat vol tegen de richting in. Ik ga helemaal stuk. Oh jongens, we hebben de lunch. Ik heb een broodje pastrami. Super lekker. Jij hebt iets met blauwe. Spinazie is lekker. Ja, nou heel lekker. We hebben net echt super lekker gegeten. Het was echt top. Vond je ook niet? Ja. Het was echt heel lekker. En we hadden nog met de eigenaar gesproken. Echt een super aardige man. Dat was echt top. Dus heel erg bedankt. En hij zei dus ook dat hij echt op zoek is naar werknemers. Want hij zei van echt leuke tent, weet je wel. En hij doet nu alleen lunch, brunchen. Hij wil heel graag overgaan naar diner ook. Maar hij heeft er gewoon niet personeel voor. Dus ben je wellicht nog op zoek naar een baantje in Amsterdam? Check it out. Het is Hicks. Hier staat de website. Kan je even kijken. En ja... Super aardige man. Ik denk dat het werken daar echt heel chill is. Dat denk ik ook wel, ja. Ja, hij zag er echt ook heel chill uit. En een hele gezellige vibe. Dus ja, misschien wellicht wat voor jou. Check het zeker eventjes. En wij gaan even weer lekker werken. Zo, het is inmiddels alweer het einde van de dag. Het is 6 uur. Heerlijk gewerkt. We zijn bij mij thuis. Dus nogal in een bouwval. Dus mijn moeder zei, bestel maar pizza. Dan gaan we dat even bij oma opeten. Dus ik ga nu naar mijn oma. En dan gaan we daar lekker pizza eten. Eigenlijk, ik wilde eigenlijk een beetje gezond doen. Maar ga ik en vandaag lunchen en pizza eten. Nou,
no healthy lifestyle is daar te bekennen. Maar goed, hè? Er moet wat in je leven. Vandaag was echt een super chille dag. Echt heerlijk gewerkt. Lekker op kantoor. Love it. Morgenochtend ga ik dus naar de IKEA met Cecile. Even gewoon voor duidelijkheid. Cecile en Merel zijn degene waar ik dus stage loop. En dus ook mijn managers van mijn management. En I love those girls so much. Maar goed, morgen gaan we met Cecile naar de IKEA. Want er komen dus nog 3 andere stagiairs. Ja, daarvoor hebben we gewoon een extra tafel nodig. Dus dat is ook helemaal leuk en gezellig. Zo, ik denk helemaal of ik goede wangen heb. Nou, ik ga even die camera wegdoen, want ik ben aan het autorijden. Alright, ik ben weer thuis. Even gezellig bij mijn omi. Ik had verteld dat we vorig weekend een nachtje weg waren. En dat we hadden gids bij haar op clip. En toen zegt ze, oh my god, ik wil er ook eten. Dus nu gaan we daar zondag lekker eten. Ik ga mijn kamer opruimen, want mijn voeten, wat troep. Dat is echt niet normaal. Mijn hoofd ziet er ook gewoon niet meer uit. Helemaal gewerkt. En ik moet echt heel veel editen nog. Dus dat ga ik ook doen. En ik had een gifting van Belle You. Waarin hun hadden allemaal fucking chillen in zijn lingerie waarin je wil leven. En allemaal van die leggings en chill pakken en love it. En dit is ook wel You underwear. Oh, ik kan nooit genoeg strings hebben. Echt, ik zweer het. Die vliegen er bij mij doorheen in een week. Weet ik, ik ben er zo autistisch in. Helemaal cute verpakt. Leuk merkje. Kijk, het zijn dus allemaal dit soort strings. High-waisted, maar wel in een string. Ik vind het namelijk heel chill als het high-waisted is op een of andere manier. Want dan zie je dat het dus minder door je broekje. Dus ik heb hem in deze kleur. Ik heb hem gewoon in elke kleur. In deze kleur. Hij ziet er ook zo van achter. Ik denk dat het echt mooi uitkomt bij je billen. Allemaal van die mooie natural colors. Deze kleur, heel leuk. Hier een setje van een topje. BH, hele leuke kleur. Echt zo'n espresso kleur. Met een heel erg high-waisted onderbroek. Ik zie als je ongesteld bent. En daarbij een legging. Hele leuke kleur, zelfde kleur dus. Ik ga nu even mijn kamer opruimen. Een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag. En Cecile en ik gaan dus zo meteen naar de IKEA. I love de IKEA. Echt. Jongens, ik hou ervan. Ik ben echt al lang niet geweest. Maar ik ga niet wachten. Ik vind het echt zo leuk om daar doorheen te lopen. En als ik daar woon, wil ik echt meteen op mezelf en alles kopen. En mijn huis ook zo inrichten. Ik vind het geweldig. Maar goed, ik moet even een beetje opschieten. En dan ga ik zo rijden. Maar eerst even mijn make-upie doen. Dit is mijn outfit of the day. Ik heb deze super lekkere legging aan van Belle You. Waar ik gisteren dus echt ziek chill en lekker zacht. En deze top van Chiquelle met een bralette eronder. Gewoon lekker chill en simpel. Ik heb een beetje mijn haar gesteld. Ik ben nu in Amsterdam. Ik ben aan het wachten op Cecile. Maar vanaf hier is de IKEA echt 7 minuten rijden, zag ik net. Dus dat is echt fucking chill. Alleen wordt het nog echt een grap. We moeten namelijk een tafel voor 6 personen, een megatafel, in deze kleine up zien te krijgen. Ik weet echt nog niet hoe we dat gaan doen. Maar goed. Ja, we moeten gewoon even alles plat gooien en ik heb geen idee. Ik heb een spanband mee en ik zie het wel. Dan moeten we helemaal op de Keizergracht komen. Met zo'n ding in mijn achterbak. Dus dat wordt echt nog een grap. Ik weet nou niet waar die meid blijft. Sta ik dan echt helemaal verkeerd of zo? Ik ben met Sissi. Hallo. In IKEA. We gaan even extra bureau halen voor de stagiairs. Ja. En zo'n ding. Want dit is wel chill. Kijk. Ja. Type. Nou, dit lijkt me helemaal vreselijk. Dan moet je echt een extra tussen. Jij bent mijn brother. Nee, dit gaan we niet doen. Dit gaan we niet doen. Godver. Oké, maar ik zie nu alweer dat het de verkeerde kant op gaat. We komen voor een tafel. Ja, die... oké, we proberen ja, er één. Ja. En als het chill is, dan kunnen de anderen mij ook. Ja. Ja, we moeten zeg maar een tafel van weet ik het hoe groot, maar 1x1 auto krijgen. Ja.
Dat wordt ook nog een uitdaging. Nou, wij hebben spullen gehaald. En we moeten nu nog de tafel ophalen bij een ander magazijn. Dus dat is helemaal kut. Maar goed, we hebben de eerste paar dingen wel. Oh, jongens, ik vind dat we dit echt super knap hebben gedaan. Vind je ook niet? Dit is prachtig. Dit is echt enig. Je zit zeg maar zo, hup, over het dak heen. Nou, wat goed. Nou, mijn auto staat hier nu echt weer fucking illegaal. Maar we gaan proberen de tafel in elkaar te zetten. Moet wel goed komen, hoop ik. Ja, dat is altijd nog een kutklus. Jongens, Cecile heeft dus Milka kruidnoten. Het is niet mega, want het zit bastonje in. Ja, dat zie ik dus. Ja, dus dat is niet mega eigenlijk. Hoezo doen ze niet gewoon pepernoot? Ik hou hem. Ja, dat snap ik ook niet. Willen ze dus met 1000 merken gelijk? Ja. Ja. Ik vind nee. Dit gaat mis. Mwah. Dat is lekkerder geweest als gewoon pepernoot. Dan gaat hij nou schuiven, wat is hij nou? We zijn bezig met de tafel dus. Ja, maar hij gaat er schuin in. Oh. Oh, kijk nou! Cutie! Cecile die heeft gewoon bij de bouwvakkers hiernaast. Ja, moet alleen nu weten hoe hij werkt. Ik ben zo straks het bord mijn vinger door. Jongens, ik heb nog nooit zoiets geweldigs meegemaakt. Dit gaat zo ziek. Ik ga ook een beetje vastzetten eerst. Wacht, zit hij nu wel? Nou, kijk eens hoe mooi. Ik vind het geweldig. Hallo allemaal, het is inmiddels 5 uur. En I'm working. Ik had zoveel honger opeens. Toen had ik nog leftover rijst en zalm. Dus ik heb er een soort mini sushi rolletjes van gemaakt. Met een beetje komkommer. En sojaboontjes heb ik hier nog los. Ik heb hier gember. Of wasabi bedoel ik. Geen gember. Ik ga proeven of het wat is. Nou, er zit zalm, rijst, avocado en bonen en saus in. Dit is great. Holy shit. Dit is lekker. Wat hel. Dit is zo lekker. Hoe kan dit nou weer? Waarschijnlijk omdat ik 500 sausjes erin heb gedaan. Ik weet niet. Ik vind dit gewoon lekkerder of zo. Oké, deze moet ik even met mijn handen eten. Want anders gaat het uit elkaar vallen. What the fuck? Een van de meest lekkere sushis die ik ooit heb zelf gemaakt. Hoe meer sojasaus, hoe beter. Oké, ik ga even verder werken. Dan zie ik jullie later weer. Ik heb zo'n leuke shoplog voor jullie nu. Ik heb bij IKEA een kus gekocht. Want voor samenwerking krijg ik zo'n silky kussen. Wat goed voor je haar is. Waar ik heel veel zin in heb. Dus heb ik hier alvast een kussen voor. Had ik in een vorige week vlog laten zien dat ik voor op Shein echt fucking leuke hebben dingetjes heb besteld. Voor 100 euro. In ieder geval, ik had een giftcard gekregen. Fucking chill. Heel erg chill. En dat pakketje is nu al binnen. Ik heb nog nooit een Shein pakketje gehad dat zo snel binnen is gekomen. Maar dat komt misschien omdat het normaal via een samenwerking gaat. En dan gaat het via tussenpersonen. Dus dan duurt het waarschijnlijk allemaal veel langer. Maar ik kan niet wachten om dit uit te pakken. Eerst zie ik hier dit. En dit had ik dus gekocht voor in mijn auto. Voor, ik dacht misschien handig voor een mukbang. Dat je dan dit dus zo aan je stuur kan vastmaken. En wellicht dat je het eten ziet. Of gewoon handiger om het eten op te leggen. Ja, het zijn echt 100.000 kleine dingetjes. Oh ja, phone holder. En gewoon houder voor allemaal spullen in je auto. Oh, dit is met een plakker. Wat handig. Fucking chill. Ik heb dus ook een kortingscode bij Shein. Volgens mij is dat 115 Sara Q2 en die is tot eind december geldig. Ja, dit is eigenlijk geen samenwerking, maar stel je wilt toch wat bestellen met de kortingscode, check it out. Dan heb ik hier twee van zulke soort hangers. En dit is voor broeken.
dat je het allemaal zo aan kan hangen. En I need this. Dit zijn een opbergzak. Oh nee, dit is voor broeken. Oh, maar het is echt... Het staat echt zo. Maar hier kan je dus makkelijk zo één voor één je broeken inleggen. Want bij mij zijn mijn broeken echt one big mess. Ik denk dat ik wel 30, 40 broeken heb of zo. Ik vergeet ze allemaal. Ik vergeet ze gewoon omdat ik gewoon niet weet hoe het is. En hier heb ik er volgens mij 3 van. Oh ja, dit zijn van die standaard waar je dus ballonnen aan kan doen. Dit is van Touch One Dinner. Oh, dit vind ik leuk. Cute. Oh, met chill met batterijen. Oh, leuk. Dat is echt heel cute. En er staat home. Oh ja, heb ik hier dus nog 2. Dan heb ik hier. Maar het is letterlijk... Ik ga stuk. Ik dacht echt dat het zo een doos zou zijn. Maar dit is handig voor mee te nemen op reis. Dit is echt een travel size. Dan heb ik hier een luchtverfrisser voor in de auto. Waarom de fuck zou je dat doen? Ik heb oprecht geen idee. Vochtiger, watervochtiger, bevochtiger. Voor in je kamer dat het dus niet te droog wordt. Kijk, neemt het zo'n schattig lampje. Geen idee waarom ik dit heb besteld. Dan heb ik hier een zuignap idee voor je telefoon. Dus dan heb je het zo. Oké, dit ding werkt echt fucking goed. Dit is echt heel erg chill voor in mijn camera. Want mijn camera past er dus ook tussen zo. Dan heb ik allemaal dingen voor mijn verjaardag. Voor mijn 21 dinner. Ik ben in maart was jarig. I know, maar ik ben nu al bezig. Deze versiering heb ik birthday in het zwart. Dan van die slingers in het goud. Ik heb er hier nog één van. 21 ding voor op een taart. En mijn thema is by the way goud. Dan heb ik hier gouden vlinders. Die je in een taart kan steken. Oh kijk. Deze is denk ik voor mijn BH's. In elkaar gedeukte meuk. Dit werkt toch niet. Oh ja. Dan heb ik hier hele leuke lampjes. En dit zijn de gordijnlampjes. Eigenlijk dat het zo naar beneden valt. Dan heb ik hier nog meer vlinders. Voor decoratie op een taart. Dan heb ik hier een ijskrabbertje. Voor mijn auto. Ook niet te ontbreken. Oh ja, dan heb ik hier een magnetische telefoonhouder. Ja, dit is fucking chill. Kan je die magneet achter je telly doen. En die blijft dan aan dit magnetische ding plakken. En dan heb ik hier een ballonnen set. Van 121 stuks. Oké, en dat was het. Ik ga even naar mijn auto en alles installeren. Guys, I fixed it. Ik heb mijn stuur gewoon een beetje omlaag gedaan. En mijn stoel. Dus nu zit ik wel iets lager in de grond. Maar ja, een beetje lekker boeien. En nu kunnen jullie mij wel helemaal zien. Nou, ik vind het echt geweldig. Ik zie eruit. Jongens, ik heb die trend geprobeerd. Dat je met zo'n rope krullen gaat maken. En ik ben heel benieuwd hoe het is geworden. Oh my god, het is gewoon echt drijfnat nog. Kut. Ik heb het veel te nat gedaan. Goed, oh my god, wat is dit? What the fuck moet ik hiermee? Oké, ik ga eerst wel even mijn make-up doen. Nou, jongens, ik heb mijn make-up gedaan. Mijn haar is echt één flop. Het is gewoon echt... Er zit gewoon echt geen krul in. Het is alleen maar pluizig. En wat moet ik hiermee? Nou jongens, ik heb maar de krultang in mijn haar al gegooid. Want ik dacht, dit wordt echt helemaal niks. Mega, mega zo mijn haar gekruld. Er zit nu nog een hele strakke krul, dus ik doe een beetje haarspray erin en dan schud ik het er even uit. Tadaa! Ik ga er snel vandoor. Jongens, ik heb mijn nieuwe statief. Hoe chill is dit? Even serieus. Het is wel een beetje wiebelig, maar ja, beter als ik het elke keer moest vasthouden, want dat is gewoon gevaarlijk en werkt gewoon niet. Maar dit is echt een perfect angle. En ik ga nu onderweg naar werk. Ik heb gewoon zoveel zin in mijn werk. Zo leuk vind ik het. Echt, holy shit, hoeveel dit met je kan doen om gewoon op een plek te zitten waar je het gewoon veel beter naar je zin hebt. De werkzaamheden gewoon leuk vindt. En bizar. Ik heb voorrang, bitch.
Mensen kijken me daarentegen wel een beetje raar aan dat ik even met de camera voor mijn kop zit. But I don't care. Ik heb mijn krullen nog niet helemaal goed uitgeschud. Want ik dacht, voordat ik daar ben, ligt het waarschijnlijk alweer eruit. Dus dat doe ik daar wel. Ja, ik heb gewoon helemaal zin in de dag. Helemaal zin in de week altijd. Love it. Helemaal happy. Nou jongens, ik moest wachten op de trein. Dus ik heb even stormies gehaald. Lekker. Guys, guys, guys. Ik ben inmiddels altijd aan het werk. Het is 2:30 of zo. En ik ben even door het pand aan het lopen waar we in zitten. What the fuck. Ik ben hier gewoon nog nooit geweest. Zo raar. Maar we zitten in zo'n ziek mooi grachtenpand. Ik ben nu echt op de 3e verdieping. En dit is volgens mij, als het goed is, de laatste. Dit is zo ziek mooi. Ik ben echt tering mooie foto's aan het maken. Oh my god. Die ramen. En dit is de laatste verdieping. Hoe ziek, chill en mooi. Love this. Oh my godie. Lekker aan het werk. En ik moest heel even naar boven naar haar toe lopen. Want wacht, hoe kunnen jullie zorgen dat het mij zien? Oké, ik zie er niet uit. Ik heb niks aan make-up gedaan. Maar Saar die werd net, of ik werd net gebeld. En mijn telefoonnummer staat altijd onderaan een mailadres. Maar ik moet het even bij Saar veranderen. Want dan moest ik helemaal naar boven lopen. Wij zitten nu op de Keizersgracht. En zoals je ziet, super mooie tuin. En Saar die dacht, leuk, even helemaal naar de bovenste verdieping om foto's te maken. Dus ik heb echt zoveel trappen opgerend. Maar wel chill. Saar is echt... Ik weet niet of je dit in je vlog gaat stoppen, maar ik ben zo blij met jou. Het is echt niet normaal. Zo echt, zo'n verademing om haar bij het team te hebben. Ze doet echt, ze werkt zo hard. Dus dat is heel chill. Ik ga nu stoppen met deze slime sessie. Doei! Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag. En vandaag ga ik naar werk en vanavond heb ik een event. Dames en heren, helemaal zo op en top uit. Dit is wat ik aan heb. Blouse en blazer van de Naked, deze van Shein. Broekje van de Sting. En deze laarzen ook van Shein. Love the fit. Ik ga nu snel. Nou jongens, in deze outfit kan ik mijn outfit lekker goed laten zien. Ik heb ook een outfit. Wat is jouw outfit of today? Kijk. Oeh. Mooi topje. Leuk. Ja. Heel leuk. Maar wij gaan even een taart halen. Ja. Bij de Hema. So let's go. Ik ga nu precies hier de scooter rijden. Ze is nu even naar de PostNL. Maar deze scooter rijdt zo anders als mijn scooter. Ik zit hier echt wel, oh my god. Kijk hoe leuk. Kaylin die zit hier dus. En die heeft 100k behaald op Insta. Dus we hebben een hele leuke taart voor haar gehaald. En gemaakt. We zijn nu aan het versieren. Ja, ik maak... Nee. Ja, ik durf dat nu niet te pakken. Wacht, ik ga blazen. Nee! Pak een... Een pincet. Ja. Ik ben met Georgina. En hoi. En we zijn op het GHD event in de hotel. En we krijgen lekker cocktails. Het is hier echt super mooi. Love it. Yummy. Yummy, yummy, yummy. Oh, we hebben lekker hapje met tonijn en caviar. Love it. Mooi! Heel mooi. Olympische Spelen dingen, er worden records verbroken. En jacht als die van de koning, zo willen jij door de stroom. Weer in de trein, het was echt super super leuk event. Het was heel gezellig, super lekker eten allemaal. Mijn haar is echt ontploft. Ik ben bijna 8:30. Ik ga nu naar huis. Ik ben om 9:00 al thuis. Dat gaat snel. Ik heb super chill, let als je zien, een hairdryer gekregen. Fijn dus. Maar ik zal het thuis even laten zien. En ik ga lekker naar huis. Oh my god, guys. Ik ben net terug van het event. Het was super gezellig. En nu mag ik kiezen of je twee soorten stijl stelt hangen en een föhn. En ik heb helemaal nog geen föhn.
En dat is een hele goede föhn. So that is nice. Hoe pretty. Ziet er heel professioneel uit. Ja. Dust bag bij. Dat je die föhn dus makkelijk mee kan nemen. Super chill. Heel erg mooi. En je hebt ook een opzetstuk. En dan kan je denk ik beter bij roots. Ik had dus van de week zo'n tutorial nagedaan dat je het krullen kon krijgen. Door op een bepaalde manier dus je haar te doen. Maar zoals jullie zagen had ik dat met veel te nat haar gedaan. So I'm gonna try it again. Mijn haar is droog gefeund. Ja, ik ging helemaal stuk. Zo, die föhn werkte echt heel goed. Mijn haar was echt binnen 10 seconden droog. Echt bizar. En dit is het dan. Oké, we gaan er nu achter komen of het weer een flop is. Het leek hem een soort vlechtenkrullen. Oh. Kut. Oké, we need to fix this. Oké, jongens, ik heb het in een hoge staart gedaan. Ik vind het nog steeds echt fucking lelijk. Maar ja, het gaat er gewoon niet uit. Dus het zit nu maar zo. Of ik maak er een knotje van. Even kijken. Ik heb mijn make-up in ieder geval gedaan. En ik ga zo. Het is inmiddels al bijna 3 uur. Ik ben nu op Schiphol. Behind me, waar zie je het? Schiphol Airport. Ik reis altijd via Schiphol, maar goed. Ik ben nu donker. Ik ging eerder naar huis, want Mira en Cecile die gingen naar een andere afspraak. Dus ik ga nu thuis nog even werken. En dan ga ik rond 4 uur naar Stan. En daar is werk. En dan gaan we boodschap halen voor sushi maken. We gaan vanavond sushi maken waar ik echt zoveel zin in heb. Ik vind het zo leuk om te doen. En lekker die boodschappen halen, lekker die rollen maken. Echt love it. Ik heb trouwens de white chocolate mocha met gehaald. En ik had er van zeewier gehaald. Want ik wist dat ze dat bij de Jumbo dus niet hadden. Dus heb ik het bij de Appie gehaald. Maar ik ben even aan het wachten op de bus. Best wel koud. Love the Christmas tree. Love the vibes. Helemaal leuk. Dus ik heb echt wel veel zin in vanavond. Ik hou echt van koken en allemaal van sushi maken. Dus ik ga zo even in de bus de rollen bedenken. Helemaal zin in. Ik had gisteravond sushi gemaakt en ik was zo druk bezig, ik heb gewoon niet meer gevlogd. Het was wel heerlijk, echt super lekker uit. Ik doe even een filmpje in de vloggie. Ik ga nu onderweg naar huis, het is 1:15. Stan en ik hebben net een Airbnb geboekt voor in Parijs. We gaan namelijk in december naar Parijs. Helemaal zin in. Gaan we 3 dagen, dus 2 nachtjes. We hebben een heel erg leuk soort hotel, appartementje. Echt op een super chille locatie. Dus ja, helemaal zin in. We gaan van 28 tot 30 december tussen kerst en oud en nieuw in. En ja, ik ga nu naar huis. Ik ga me zo klaarmaken. Want ik ga een mukbang filmen met Isabel. En dan gaan we eten halen bij Flamey Fries. Dat is echt iets wat we echt al maanden geleden, volgens mij in september of zo, gingen doen. Maar gewoon niet, nooit aan toegekomen. Dus ik ga me thuis snel opmaken en zo. En dan ga ik naar Isabel en dan gaan we naar Amsterdam. En dan gaan we die video filmen. Helemaal zin in. De zon schijnt echt, zeg maar, in die camera. Dus je ziet echt van die zonne-dingen. Ik ben met Isabelle. Wow, is wel een leuk matchje met die kleuren. We zijn heel erg goed gekleurd. Ja. Gematcht met de kleuren. Mooi het, hè? Vorige week vlog, of vorige ding, toen zei iedereen van waar komt er een mukbang met Isabella? We zijn nu in mukbang, in ieder geval we gaan de mukbang opnemen, we moeten nog heel even wachten op het eten.
dus die video staat... Ja, ik wil hem eigenlijk morgen online, want ik heb deze week voor deze week nog geen video. Ah, ja. Dus ik hoop dat het morgen lukt. Ik hoop het ook. Dan staat mukbang gaat wel chill om te eten. Ja. Dus dat... God, waar zit hier nou schijt? Oh, ik heb zoveel honger. Ik ook niet normaal. Dus, hoe is het afgelopen met die video? Van, ja, ik heb nu weer geëdit en hij is weer opnieuw op goedkeuring. Want ja, dus hij was... Wat kijk. Gaat ze doen? Wat doe jij? Nee, dit is goed. Ik weet alleen niet hoe het werkt. Zeg maar, ik snap alleen als het zo kan. Dit maar... zie je echt bij die Amerikaanse ja. mukbangs. En zij op toe. Ja, ik dacht zo. Maar dat blijft ook niet echt. Ja, of zo. Maar ik snap niet hoe die werkt. Want ik heb toch gewoon een normaal stuur. Oh, dat zie je echt bij die echte mukbangs. Ja. Ja, echt goed. Kut. Nou, ik snap gewoon niet hoe dit ding werkt. Ja, of we moeten... Ik denk, ik heb echt de uitvinding van de eeuw. Ja. Not. Wij zitten vol. Dit was niet helemaal lekker. Dit was zo bizar. Ik heb echt het nokje vol gegeten, omdat het gewoon zo lekker was. Dit zijn de leftovers. En we hebben nog een hele bak. Hoe gaan we dit überhaupt meenemen? Ja. Jullie moeten deze video zien. En jullie moeten hier eten halen. Je moet eten hier halen en je moet de video kijken. Ja. Ik had echt niet verwacht. Ik ook niet. Ik had niet verwacht dat het zo lekker was. Maar we gaan even uitbuiken en weer naar huis. Ik ben eindelijk weer met mijn baby. Oh, Nini. I love you. Love you. En met Nini. Nini Winnie. Naibel. Hadden jullie die comment gezien? Of had ik het gestuurd? Ja. Oh. Ja, die heb je gestuurd. Zo schattig. Iemand zei, ik vind het zo leuk om te zien hoe jullie vriendschap is. Ja, dat ik vind ik ook leuk. Zo lief. Ik vind het ook leuk om te zien. Ja, wij vinden het ook wel leuk om te zien. Nee. Ik heb deze top en broek van Chiquelle. Ja, ik vind het zo, maar die kleuren zijn eigenlijk heel verschillend. Afgetrapt. Hey, die kleuren zijn eigenlijk heel verschillend. Is dat bovenste een beetje grijzig? Klopt. Maar toch past het wel bij elkaar. Dit is van Gina Tricot. Oh, daar zie ik heel vaak reclames van. Echt leuk site. En die broek is van Sarah van H&M. Ja, deze is van Shein. Ga die aan doen, Sarah? Deze blazer? Ja. Ja? Leuk. Of zou ik gewoon alleen een jas aan doen? Ja, het is daar wel warm binnen, maar... Ja, maar binnen, waar is het dan? Geen idee. Misschien is wel een van de hok buiten. We weten ook niet waar we heen gaan. Nee, we gaan naar een van de feest. En we weten. We naar een feest gaan. Ja, en goed gaan zuipen. Nee. Ik had dus zeg maar deze lipgloss gevonden. Van Too Faced, dat is best een duur merk. Ja. In een taxi. Niet. Kijk, hè? Die had iemand toen. Ja, ik heb hem nog niet gebruikt. Oh. Maar die had iemand toen in een tasje gedaan. Oh. Dus ik kijk opeens in mijn tasje. Ik denk, huh? Wie zou dat hier nou weer aan? Ik wil echt niet weten wie dat gebruikt heeft. Wat voor wacht handje? Een Pinot Blanc. Van lekker. De Dirk, die ene, die ik toen wilde halen. Lekker, heel zacht. Niet zo heftig. Goed, ik kan een keer een wijnproeverij doen in de lockdown. Ja. Dat kan toch in de lockdown? Ja. Ja. Dan gaan we het gewoon even organiseren met een paar leuke mensen. I got to keep on moving! Oké, maar wij gaan dus naar een feestje en we weten niet wat. We laten het straks zien. Ja. Ik heb nu een kipje opgeleid. Ja, we nemen jullie mee. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. Ik moet editen. Ik heb een lekker koffietje. Is 2:30. Lekker uitgeslapen. Vrij weinig gedaan. Ik ga lekker editen en dan hoop ik dat de video 4 uur online kan. Ik heb het helemaal niet meer gezegd, maar ik heb me een beetje klaargemaakt. En we zijn lekker uit eten met de fans. Bij de Harbor Club. Dus we hebben lekker eten vanavond. Ja, we hebben echt super lekker eten allemaal. En Isabella is aan het werk. Hoe leuk, jongens. Die is ons lekker aan het doen. Ik ga even één doorsturen. Met Omi. Het is inmiddels avond. We hebben echt super, super lekker gegeten. Het was echt super gezellig. Ik heb lekker make-up eraf gehaald. En we gaan nu lekker slapen.
Het is zondagavond. Dit is echt een van de weinige zondige avonden dat ik de vlog heb afgesloten. Ook zie je vlek. Maar goed, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie de weekvlog weer leuk vonden. Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. En op mij te abonneren en te supporten. En dan zie ik jullie heel snel weer. Doei doei!